Ik ben ooit begonnen als hobbybrouwer, een jaar of 10 geleden. En dat liep nog wel uit de hand. Ik ben thuis heel veel gaan brouwen in de keuken. En, net zoals Michiel? Net zoals Michiel inderdaad destijds. En ik heb daar uiteindelijk een eigen onderneming in gestart. Een eigen biermerk, wat ik in de markt heb gezet. Een jaar of 3 geleden. En in die hoedanigheid ben ik ook benaderd door Bart en Onno om hier betrokken te raken. En we staan hier nou bij een aantal vaten. Dan zou je zeggen, dat heeft meer een relatie met wijn, maar het heeft hier toch echt een relatie met bier. Ja, ja, wijn en whisky in dit geval. Wij hebben een aantal bourbon en merlot vaten gebruikt om ons pomp 4, onze quadruppel, in te laten rijpen. En dat hebben we afgelopen voorjaar gedaan, hebben we dat bier gebrouwen en hebben we dat daarna hier ingestopt om het eigenlijk wat tijd te geven, de smaken van het hout en ook van de drank die er daarvoor in heeft gezeten op te nemen. Dus je proeft wat erin heeft gezeten en je proeft het hout? Ja. En wat maakt dat zo bijzonder? Het maakt dat het bier heel karaktervol en heel vol van smaak wordt. En je krijgt echt een beetje die beleving van of de whisky of de wijn. En de gebrande smaken, zoals bij bourbon, die vaten zijn gebrand aan de binnenkant, dat proef je echt terug in het bier. In het geval van wijnvaten, die zijn niet gebrand, dan proef je echt meer de eikenhouten smaken, zoals vanille, die daar echt in terugkomen in het bier. Ja. En daar is een markt voor? Daar is absoluut markt voor. Daar zijn veel geïnteresseerden voor. Zeker in deze tijd van het jaar is er veel interesse in wat zwaardere bieren die vol van smaak zijn. Mijn visie is dat wij nu, zoals nu, heel veel slijters en supermarkten beleveren, maar dat we ook daarnaast graag nog meer de horeca zouden willen beleveren. Dat is in deze tijd een lastige klus, lijkt me. Ja. Want er wordt geen biertje meer getapt in de horeca. Nee, dat klopt. Nee, we hebben daar dit jaar een voorzichtige start mee gemaakt met een aantal ondernemers hier in Winterswijk. Maar helaas gooit corona wel een beetje roet in het eten. Wij merken dat er steeds meer mensen ook direct hier naar onze winkel komen bij de brouwerij en ook naar specifieke bieren komen vragen. En wat zijn dan bijvoorbeeld die specifieke bieren waar echt vraag naar is? Nou, één daarvan is zoals we net al bij stonden bij de vaten, de vat 4 die we hebben. Daarnaast het bier wat we daarin rijpen, onze pomp 4 quadruppel, dat is ook een bier waar veel vraag naar is. En daarnaast in de zomer vaak de doordrinkbare bieren, dus echt de Weizen, de Piet die we maken, de Piet Mondriaan en de Gevloerd met lokale mout, een blond bier, daar is veel vraag naar. Ja. En u heeft ook een bokbier geïntroduceerd. Is dat goed gegaan? Ja, ja, er is dit seizoen veel vraag naar bokbier. We hebben nog weer op het laatste moment bij moeten brouwen omdat we er doorheen dreigden te raken. U werkt met een kleine vaste staf, maar vrijwilligers zijn onontbeerlijk, heb ik begrepen. Ja. Wat doen die vrijwilligers zoal voor u? Nou, we hebben een hele schare trouwe vrijwilligers die helpen met onder andere het brouwen van het bier. Maar ook met het afvullen, het inpakken in dozen, soms het rondbrengen van bestellingen. En ook in de winkel staan op de zaterdag en de vrijdag. Ten slotte, een nieuwe directeur, ook nog nieuwe ontwikkelingen? Jazeker. We zijn momenteel bezig met het ontwikkelen van een bier en een idee om het Winterswijkse cultuurlandschap te ondersteunen. Dat wordt dus niet per se een wintersbier, maar dat doen wij samen met Masterveld, de mouterij en lokale ondernemers om een steentje bij te dragen aan het Winterswijkse cultuurlandschap. Omdat dat zo wel bekend is eigenlijk in heel Nederland en waarvoor toeristen ook graag naar deze regio toekomen.